Vanmiddag hebben wij onze geslachtsecho. Zeker, je krijgt een... Ze hebben nieuwe salades. Naar een diner van Ben & Jerry's vanavond. Als je wakker wordt in een leeg huis. Nou, gaan we naar het centrum. Morning, welkom bij een nieuwe vlog. Het is ochtend, 9:15. Ik heb Zeki net naar de opvang gebracht. En ik voelde me de afgelopen dagen niet zo goed. Niks ernstigs of zo, maar ik denk dat het ook heel erg te maken had met de warmte en mijn lage bloeddruk. En ik had gewoon onwijs veel hartkloppingen en ik voelde me futloos. Ik heb een paar keer zo tegen migraine hoofdpijn aangezeten dat het niet echt doorzette, gelukkig naar heftige migraine, maar wel de hele tijd zo'n gespannen gevoel. Maar ik heb gisteren een massage gehad van 2 uur. En dat was blijkbaar iets wat ik heel erg nodig had. Want ik zei gisteren ook in een Insta-story. Ik heb het gevoel dat ik voor het eerst sinds maanden echt heb kunnen ontspannen daar op die tafel. En daarna heb ik ook best wel lekker geslapen. Dus ik heb een goed gevoel over vandaag. En sowieso is het ook een leuke dag. Er staan sowieso wat dingetjes op de planning. Zeker iets naar de opvang. Ik moet naar de fysio. Maar vanmiddag, want dat is wel echt de highlight van de dag. Vanmiddag hebben wij onze geslachtsecho. Dus dan komen we erachter of dit kindje in mijn buik een jongetje of een meisje is. Daar heb ik wel heel veel zin in eigenlijk. Ik vind het heel leuk als andere mensen het een verrassing houden. Maar ik vind het zelf ook wel heel erg leuk om te weten. Omdat het dan allemaal ietsje echter wordt. En je dan al echt zeg maar goed kan gaan nadenken over de naam en zo. Dus dat hebben we vanmiddag. Om 4:30, dus wel pas einde van de middag. Dus het is nog eventjes wachten. En morgen staat er ook iets leuks op de planning. Een event van Ben & Jerry's. Dus ik heb weer genoeg om aan jullie te laten zien deze vlog. Ontbeten, gedoucht en wel. Klaar om naar de fysio te gaan. Ik heb sportkleding aan, maar we gaan helemaal niet sporten. Maar ik had gewoon zin in een sportlegging, want het zit lekker. Ik pas echt bijna niks meer uit mijn kast. Of ja, ik pas het nog wel, maar het knelt gewoon enorm. En het zit zo rot. Dus sportlegging, it is. Zo, ik ben weer terug. Altijd lekker. Zo relaxed om eventjes dat gelos gemasseerd te hebben. Nu ben ik achter mijn computer gaan zitten met een cola cherry, want daar had ik echt behoefte aan. Ik ben helemaal niet zo'n frisdrankdrinker, maar soms heb ik opeens zin in een colaatje. Ik ga nu mijn vlog afmaken van Valencia. Die hebben jullie al kunnen zien. Daarna nog wat werkdingen. Ik moet vandaag echt best wel flink wat werkdingen doen, omdat ik me dus de afgelopen dagen niet zo lekker voelde. Heb ik heel veel laten liggen. Maar gelukkig kan ik een beetje knallen vandaag. Maar eerst even die vlog afmaken, zodat die vanmiddag online kan. Wat heb ik veel dutjes gedaan op dit bed. Sinds ik zwanger ben heb ik veel dutjes nodig. En in die eerste weken deed ik dat elke dag. En nu als ik heel moe ben en er de tijd voor heb, dan probeer ik alsnog een dutje te doen. Want ik heb het gewoon echt nodig, die extra energie. En dan is het natuurlijk wel extra lekker als je op een goed bed slaapt. Wat mij brengt bij de sponsor van de video van vandaag, Emma Sleep. Wij slapen al een hele tijd op de Emma Sleep Diamond Topper. Die heel lekker slaapt en goed bevalt. We slapen nu nog op de Zero Gravity kussens. Maar binnenkort mogen we ook de nieuwe wolkenkussens uitproberen. En we zijn er echt heel blij mee. Als het straks weer kouder wordt, dan kan ik ook niet wachten om weer de zwaartedeken erbij te pakken. De verzwaringsdeken. Dat is gewoon het ding. Als je een lekker bed hebt, dan wil je er de hele dag in liggen. En dat kan nog wel eens een probleem worden. Maar het is vooral heel lekker. Ze hebben bij Emma ook boxsprings. Dus als je nog op zoek bent naar een nieuw bed, of je bent op zoek naar een nieuw kussen, een nieuwe topper, check dan vooral de link in de beschrijving. En je kan mijn code Teske gebruiken voor 10% korting. En nu moet ik weer aan de slag. Want als ik te lang hier blijf, dan wil ik gewoon echt een dutje doen. En daar heb ik nu geen tijd voor. Dus tot zover. We gaan verder. De boodschappen komen net binnen. En hier had ik al de hele dag zin in. Ik hou er zo van als ik boodschappen heb besteld en ze komen binnen. Dat moment dat je alles gaat uitpakken. Ik heb dan ook wel een paar hele leuke dingen besteld. Dus dat zal ik zo even aan jullie laten zien. Het is best veel ook. En vanavond komt ook nog crisp. Ik ben helemaal losgegaan. Even wat highlights. Even kijken. Sowieso was het bevroren fruit in de aanbieding. Nou, dan ga ik inslaan als een malle, want ik vind dat super lekker voor in smoothies. Onze vriezer heeft echt een opruimbeurt nodig. Het is zo chaotisch geworden. Oké, een paar highlights. Komen voornamelijk uit het vernieuwde veganistische assortiment van Albert Heijn. Hun plantaardige lijn heeft een makeover gekregen. Dus ook de dingen die ze al hadden hebben een nieuw jasje. Ze noemen het nu Terra. En er waren wat producten waar ik wel heel erg nieuwsgierig naar was. Ook voor proefwerk. Ik heb zoveel proefwerk willen filmen in de afgelopen weken, maar ik kon het gewoon niet. Echt, ik heb het gevoel dat vanaf deze week of vorige week mijn smaak weer een beetje normaal is. En ik weer zin heb in de meeste dingen. Maar het is nog steeds niet helemaal terug bij
hoe het was. Maar goed, ik dacht ik bestel wel wat dingen. Want kijk, plantaardige gehaktbal leek me interessant. Soepballetjes, die hebben we ook nog niet vaak gezien in een vega variant. En deze hebben ze bij de Jumbo en vind ik heel lekker. De plantaardige steak met kruidencreme. Dus ik was wel benieuwd of die dan misschien een beetje hetzelfde zou zijn. We hebben nieuwe salades. Een aantal waren uitverkocht. Maar dit is de Thaise curry spread. En dit is plantaardige salade alternatief voor gevuld eitje. Dus gevulde ei salade. Verder nog iets nieuws? Nee. Deze fantastische lunchsalade. Daar had ik echt helemaal zin in. Dus die ga ik morgen lekker eten. Even kijken. Ze hadden Disney knuffels en ik kon echt... Ik kon het echt niet laten om deze Cars knuffel te kopen voor Zeke. Hij heeft zoveel knuffels. En hij is er niet eens heel erg gehecht aan. Dus ik weet echt niet waarom ik dit doe. Maar ik vond het gewoon heel schattig. Cars knuffel. Pombeers, want daar had ik helemaal zin in. En eigenlijk is er verder niks bijzonders. Ja, appels, brood, meloen, paprika's, wortels, groenten. Dus ik ga dit even inruimen. Ik ga ook nog even wat eten, want ik heb gewoon weer trek. Ik merk nu al wel dat ik meer trek begin te krijgen. Ik heb ook deze besteld. Alpro chocolademousse, altijd welkom hier. Dat ga ik maar niet eten. Ik moet echt even iets voedzaams eten. Misschien eet ik nu al gewoon deze salade. Want dan heb ik gewoon gelijk iets wat klaar is. Voedzame maaltijd. En dan eet ik er een paar kruidnoten bij. Nou jongens, 4:05. We gaan nu naar de verloskundige. Om erachter te komen wat het geslacht is van de baby. In mijn buik. Ha! Ik ben toch al zenuwachtig. Aha! Ik heb nog wel een stukje voor je. Maar moet je hem wel komen halen? Alsjeblieft. Nou jongens, we gaan jullie niet langer in spanning houden. Wij gingen naar de verloskundige. En van tevoren ging ze nog allemaal vragen stellen en mijn bloeddruk meten. En ik dacht alleen maar van, nee wacht, nee, ik wil eerst die echo. Ik wil het weten. En toen hebben we dat apparaat gepakt en hebben we het zelf gedaan. Maar het was moeilijk om te zien, dus we weten het eigenlijk nog steeds niet. Nee, het wordt een verrassing. Zeki wordt een grote broer. Van een gezond kind, dat is het belangrijkste. Ja. Van iemand die jonger is dan hem. Van een baby die in jouw buik zit. Ja. Van ons tweede kind. Zou je het zeggen? Wow, ja, dat is echt crazy. Ja, nu ik er zo over nadenk. Zeker krijgt een broertje. Voor twee jongens. Twee jongens. Het was overduidelijk een jongetje. Ze zag het vrij snel. En ik zie het helemaal voor me. Ik zie het zo voor me. Hem met een broertje. Ja. Dit... Dikke vrienden, maar ook vechten waarschijnlijk. Tuurlijk. Maar dat hoort gewoon erbij. Liefdevol. Stoeien. Rennen. Auto's van elkaar afpakken. Samen spelen. Ja. Niet samen spelen. Hey Ramsey. Wel samen spelen. Ramsey, er komt er nog één bij. Ramsey is ook een jongen. Ik denk dat Ramsey eerder had gehoopt op een rustig meisje. Ja, maar dit kan ook een hele rustige jongen worden. Kan ook een hele rustige jongen. En dat is echt waar ik de hele middag over na heb gedacht van wauw. Zeki is echt zo'n enorme mix van ons. En in mijn ogen best wel een heel typisch zoontje. Maar dit kindje kan weer zo anders worden. Of het lijkt heel erg op Zeki. Ja, je weet van tevoren niet. Nee, maar dat vind ik zo magisch. Dat dit weer gewoon een hele eigen individu is. Want mijn beeld bij mijn zoon is Zeki. Maar er komt er straks gewoon nog één bij. En dat is echt insane. En wat het ook was geweest... Alles is goed. Alles goed. Maar ik vind het nu zo leuk om te weten. Nu heb je meer een beetje... Je weet nog steeds niet van dat, maar je hebt toch een beetje zo'n beeld. Ik snap het ook heel goed als mensen het een verrassing houden. Want dat vind ik ook heel magisch. Maar ik vind het wel heel leuk dat je zo... Nou, dan bijna halverwege die zwangerschap... heb je weer even een soort van sneak preview van...
ja, kun je een beetje fantaseren over hoe die dynamiek gaat zijn en wat voor iemand er in je buik zit. Ja, ik vind dat wel heel vet. Ramsey is ook gelijk weer naar buiten gegaan. Die dacht, nog één, I'm out of here. Dus nu zijn jullie allemaal weer op de hoogte van het proces. Geen blauwe cupcakes, maar ik had wel zin in cupcakes. Hoezo geen blauwe cupcakes? Wat doe je daarmee? Dat we geen gender reveal hebben gedaan met cupcakes, met blauwe frosting. Hadden we dat wel gedaan als een meisje was? Nee. We deden toch sowieso geen gender reveal, maar ik zeg dat gewoon... Dit is toch een gender reveal? Ja, oh ja, tuurlijk is dit. Ja, dit is een gender reveal. Maar ik bedoel meer zo'n soort van hele grootse, spectaculaire, slow motion beelden, confetti. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik ga gewoon muisjes eten, hoor. Blauwe muisjes? Ja. Ja, tuurlijk. Ik heb er nu al zin in. Maar ik had dus ook heel veel zin in cupcakes, daarom zeg ik het eigenlijk. Hallo, het is donderdag. Ik voelde me begin van de dag niet zo chill, dus ik heb niet gevlogd. Maar ik heb Zeki's dutje meegepakt en daarna... Nou, ik zou niet zeggen dat ik me herboren voelde, maar het heeft wel geholpen. En gelukkig maar, want wij hebben iets leuks waar we onderweg naartoe zijn. Wij is Mert en ik. Ik ben Mert, voor de duidelijkheid. Ja, dat is Mert. Mijn zus Saskia zou eigenlijk ook meegaan, maar die voelde zich niet goed. Dus dat is super jammer. Want we gaan namelijk naar een diner van Ben & Jerry's vanavond. Ter viering van hun nieuwe Chunky Experience. Wat dat precies is, heb ik nog geen idee van. Maar ik ben gewoon heel erg fan van Ben & Jerry's. En ik ben ook fan van lekker eten. Dus ik dacht, ja, let's go. Zeki logeert lekker bij Mert's moeder. En wij gaan erop uit. Een avondje. Helemaal naar Rotterdam. Twee uur rijden. Kunnen zien dat we allemaal heerlijk eten hebben gegeten. Eigenlijk alles wat we aten was geïnspireerd door een van de ijssmaken. Dus er was een gerecht waar cacao in was verwerkt, eentje waar koffie in was verwerkt en eentje met karamel. Dus dat was wel heel leuk en lekker. En nu zijn we op weg naar huis. En leuk. En lekker. En lekker. En we kunnen een beetje uitslapen morgenochtend. Nee, jij niet. Shit. Nou, ik wel. Goedemorgen, het is vrijdag. Ik ben gisteren echt totaal gecrashed nadat we thuis kwamen. Ik moest meteen naar bed. En het is inmiddels 8:30. Mert is alweer vertrokken, want die moest vandaag naar Amsterdam. Maar ik heb iets langer kunnen slapen, dus dat was wel heel lekker. Ik zit nu even aan een appeltje. Ik heb dus nog steeds heel erg last van ochtendmisselijkheid. Het leek een paar weken weg te zijn, maar het is gewoon weer terug. En ook gedurende de dag ben ik weer wat vaker misselijk. En dat vind ik best pittig, moet ik zeggen. Zeker als je al helemaal in je hoofd had van oké, het is voorbij, ik ben er vanaf. Als ik eigenlijk iets te lang wacht met ontbijten, dan moet ik gewoon 9 van de 10 keer moet ik overgeven. En dat was gewoon net weer het geval. En dan heb ik het niet over pas ontbijten om 12 uur. Het is letterlijk 8:30 's ochtends. Dus ik heb maar even een appeltje gepakt. En ik heb dan ook echt in de ochtend dat ik in heel weinig dingen zin heb. Dus dat is ook zo lastig. En ook niet elk ontbijt lijkt te voldoen. Want ik had gisteren bijvoorbeeld kokosyoghurt op met muesli. En dat was dan misschien weer te vettig of zo. Want dat kwam er ook weer uit. Het ging ook helemaal niet lekker. Dus ik weet het even niet zo goed op dit moment. Ik vind het moeilijk allemaal. Maar ik ga zo Zeki ophalen. Lekker met de fiets. En dan denk ik dat ik met hem eventjes naar het centrum ga gezellig. De afgelopen dag heeft zo het nieuws even kunnen landen. Dat we nog een jongetje krijgen. En ik zal niet ontkennen dat ik als moeder best wel heel nieuwsgierig ben naar hoe het is om een dochter te krijgen. Maar dat is wel over het algemeen natuurlijk gebaseerd op stereotype dingen. En we hebben ook wel een meisjesnaam die ik heel graag wil gebruiken. Die hadden we al voor Zeki. Maar goed, wie weet ooit in de toekomst en misschien ook helemaal niet, dan noem ik een huisdier ooit die naam. Maar het heeft zo een beetje kunnen landen en ik zie het zo erg voor me, 2 broertjes. En ik denk dat het zo leuk gaat zijn voor Zeki. En een broertje en een zusje was ook heel leuk geweest. Maar nou, ik heb wel heel erg het gevoel van, ik zie de dynamiek voor me. Ook al weten we natuurlijk nog helemaal niks over het kindje wat nu in mijn buik zit. En de persoonlijkheid daarvan. Maar ik zie het wel voor me. En het is dus nog eventjes nadenken over de naam. We hadden wel opties. Bij meisje wisten we het echt al 100% zeker. Eerste en tweede naam eigenlijk.
was ook al zo goed als rond. En nu bij een jongen moeten we nog iets langer nadenken, maar het komt wel goed. Lijkt me best leuk om deze keer een video te maken met namen die ik mooi vind, maar die het niet zijn geworden voor het kind. En dan deel ik natuurlijk niet de namen die echt nog een reële kans maken. Maar er zijn ook heel veel namen die gewoon gaanderweg zijn afgevallen, omdat ze het gewoon net niet zijn. En ik vind dat soort video's zelf altijd heel erg leuk om naar te kijken. Het is wel vrij specifiek, want we willen graag onze kinderen Turkse naam geven. Dus het zijn allemaal Turkse / hier en daar Arabische namen. Maar laat maar weten. Laat maar weten als je denkt van dat is iets wat ik zou willen zien. Want dan ga ik gewoon zo'n video maken ietsje verderop in de zwangerschap. Nou, ik ga me aankleden en zeker halen, want ik heb zin om hem te zien. Als je wakker wordt in een leeg huis, een stil huis, je kind is er niet. Dat is echt een gekke gewaarwording. Ik vind het heerlijk als die logeren is, want dan heb je gewoon eventjes rust. Maar ik vind het wakker worden zo zonder hem vind ik eigenlijk helemaal niet leuk. Dus ik ga zo lekker hem ophalen en knuffelen.